We zijn hier in Wijbos, in verpleeghuis Sint-Barbara. Dat is onderdeel van Laverhof. Uh, hier wonen 96 mensen met dementie. En voor deze bewoners hebben wij een koninklijke vakantiemaand georganiseerd in de maand juni. En een onderdeel van die vakantiemaand was het portretteren van uh, bewoners. Uh, dat is gebeurd door Team Welzijn samen met uh, hoffotograaf Erika van der Leest. En die hebben uh, ja, hele mooie portretten gemaakt uh, van bewoners. En dan kwamen we de huiskamer op en dan hadden we allemaal spulletjes erbij: hoeden, boa's, kettingen. En wij begeleidden de bewoners dan naar de hoffotograaf. Die had een mooi plekje in de huiskamer gemaakt: waar de mensen op een mooie gouden troon konden gaan zitten. En er waren echt een aantal bewoners die gingen dan zitten en hadden zo'n mooi hoedje op. Dan vroegen we aan de bewoners of ze het leuk vonden om op de foto te gaan. Dat was heel vrijblijvend. En dan liet ik ook, uh, hadden we een spiegel bij. En dan liet ik uh, de bewoner ook zien hoe ze eruit zagen. Ze zei: ik, Och, wat prachtig. Ik wist niet dat een hoedje mij zo mooi stond. En dan zagen ze mensen op de foto gaan. Hoe ze stralen. Oh, dat wil ik ook wel. Ik vind het ook wel mooi. En dan kwam ik met hoedjes aan. Dan gingen we eens kijken wat mooi stond. En ook andere bewoners die gingen mee. Oh, die staat u mooi. Of ja, die Boba die moet erbij. Dat is prachtig. Ik heb geprobeerd iemand zo mooi mogelijk te portretteren. Dat was eigenlijk mijn, ja, mijn belangrijkste uh, uitgangspunt. Team Welzijn had allerlei goede attributen verzorgd. colbertjes uh, hoge hoeden, nou, allerlei vormen van. En uh, dat is wel het uh, facet, denk ik, waardoor uh, er iemand heel koninklijk. Op komt te staan. Het was niet moeilijk om de bewoners te overtuigen. Het was een, een, een activiteit op de huiskamer. Um, doordat we al met een hele wagen vol met attributen binnenkwamen. Uh, en als er eenmaal één een, een schaap over de dam is, dan volgt de rest ook. En doordat er zo'n ontzettend leuke sfeer in die huiskamer hing ja, die ging het eigenlijk helemaal vanzelf. Het team welzijn had al uh, net Mariska die dan net vertelde liet ze al met een spiegel zien en dan zag je mensen al kijken van wow we staken mooi op. Maar onderwijl liet ik ook vaak nog even een foto zien en dan zag je eigenlijk dat de foto's daarna nog veel mooier werden. Was gewoon dat ze dachten wow ben ik dat op de foto? Ja, daar bent u. Oh, dat kan niet dat ik zo mooi ben. Ja, u bent echt zo mooi. Dat is echt ja, geweldig. De reactie van de mensen was Heel positief. Wat je eigenlijk zag was dat het ziektebeeld naar de achtergrond verdween. Je zag gewoon dat iemand genoot op dat moment en het hele ziektebeeld dat was weg. Uh, deze tentoonstelling uh, hangt in Verpleeghuis Sint-Barbara in de Hoflaan en uh, in de gang bij het palet. En de tentoonstelling is nog enkele maanden te zien tot medio november.